Daniel 10, vers 12 en 13. En hij zei tot mij: vrees niet, Daniel. Want van de eerste dag af dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord. Ik ben gekomen op uw woorden. En vers 13. Maar de vorst van het koninkrijk der Persen stond 21 dagen tegenover mij. Doch zie Michael, een van de voornaamste vorsten, hoe noemen ze aasengelen, kwam mij te hulp, zodat ik daar bij de koningen der Persen de overhand behield. Dit is zeer interessant wat hier staat. Maar hij zegt dat Michael, een van de voornaamste engelen, hij zegt een van de voornaamste vorsten, kwam hem te hulp. En als je weet hoe het is ingedeeld in het hemelse rijk, en kun je zich een beeld vormen hoe het ook in deze maatschappij is ingedeeld, maar ook in het rijk van de duisternis is ingedeeld. Hij zegt, een van de voornaamste vorsten kwam mij te hulp. Dat was dus Michael. En hij stond voor het koninkrijk der Persen. 21 dagen. En was een vorst in de lucht. Die het gebed van Daniel tegenhield. Maar Daniel wilde inzicht krijgen in de dingen van God over Israël, over het volk. Het volk was in ballingschap. En weet, Daniel was altijd betrokken bij zijn volk. Hij weigerde zich te verontreinigen met de dingen van de volken. Ook het eten van hem was speciaal om zich niet te verontreinigen. Maar hij wilde weten, hoe lang zou het duren? En wat was Gods plan met het alles? Met die ballingschap van zijn volk? Dus om Gods plan te volgen, ging op geestelijke manieren. Op geestelijke manier ging hij tot God. Hij ging bidden. Want bidden is de manier om God te bereiken. Hoeveel mensen willen God bereiken door hun goede werken? Door goed te doen? Door vroom te doen? En andere dingen nog meer? Maar om God te kunnen bereiken, hebben wij het gebed nodig. En Daniel bad tot God. Serieus gebed. Want het was vastbesloten om te horen van de Heer. En hij wist dat bidden is het machtigste wapen dat God aan zijn kinderen gegeven heeft. En natuurlijk wilde hij de vrijheid van zijn volk hebben. En hij wilde weten waarom bepaalde dingen gebeurden. Waarom het volk in ballingschap was. Enzovoort, enzovoort. Dus dacht hij, ik ga tot God bidden. Ik ga de naam van de Heer aanroepen. En hij bad tot de Heer, hij zond zijn gebed. En het duurde 21 dagen voordat zijn gebed praktisch verhoord was. De verhoring van zijn gebed was vanaf de eerste dag
van gebed. God had zijn gebed meteen gehoord. Dus als kinderen Gods bidden, moet je weten dat God je gebed hoort. Twijfel aan daaraan is twijfel aan het kindschap Gods. Twijfel aan de waarde van het evangelie. Twijfel aan de kracht die God verleent aan het gebed. Dus hij was overtuigd. God heeft mijn gebed gehoord. Dus wat deed hij? Hij deed niet zoals heel veel andere kinderen Gods doen. Dat als ze eenmaal gebeden hebben en niets hebben gezien, dat ze ophouden met bidden. Nee, Daniel bad door. Hij moest het 3 weken lang volhouden. En dan kunnen we gaan filosoferen wat hij in die 3 weken allemaal heeft gebeden tot God en hoe zijn gebed was. Was zijn gebed hetzelfde als dag 1 en dag 2 en dag 3 enzovoort? Ik denk van wel. Hij volhardde in het gebed. Hij bad niet vandaag voor A en morgen voor B. Hij wilde inzicht hebben. Dus hij heeft elke dag gebeden voor inzicht. En waarom deed hij dat? Had hij elke dag bad voor inzicht? Want er zijn heel veel mensen die zeggen, ik heb al gebeden. Klaar is Kees. Ik heb al gebeden. God heeft gehoord. Dat is voldoende. Dat zeggen mensen. Maar Daniel had inzicht in de dingen van God. En hij wilde inzicht hebben over de dingen van zijn volk, over Israël. En hij bad iedere keer weer, omdat hij het gebed wat hij bad, was een geestelijke strijd. Soms zijn onze gebeden een geestelijke strijd. En een geestelijke strijd wordt niet meteen overwonnen. Irak heeft vele jaren lang gestreden tegen IS. Jaren. En vanaf het begin heeft de Iraakse president gezegd, we gaan de strijd winnen. We winnen de strijd. Maar het heeft jaren geduurd voor ze konden zeggen, de strijd is gewonnen. En ook al is de strijd gewonnen, dan moeten ze waakzaam zijn, want de vijand kan weer opduiken. Zo Daniel had die inzicht in zijn geestelijke strijd. En daarmee volhardde in het gebed, want hij weet de overwinning komt. En een van de geweldige tools in het bidden is de zekerheid dat de overwinning komt. En die zekerheid wordt genoemd geloof. Je moet geloven, overwinning komt. Niet de tijd dat u het denkt en verwacht. Kan snel gebeuren. Kan ook 3 weken gebeuren. Kan 3 jaren gebeuren. Kan langer gebeuren. Het was voor hem een geestelijke strijd. Daar moet je elke dag blijven bidden. En de Heere opnieuw bidden. En danken. Niet elke dag voor iets anders bidden. Maar bidden voor datgene wat u nodig hebt. Want God hoort gebeden. Hij heeft gezegd. Heeft de Heiland zelf gezegd. Bid. Wie bidt ontvangt. En als de Heer zelf gezegd heeft. En we zijn al heel lang bezig met onze gemeente. En ook andere gemeenten. We hebben ontdekt dat de Heer geen misleider is. Dus wat hij gezegd heeft, meent hij.
en kan hij volbrengen. We hebben duidelijk gezien in de loop der jaren dat de Heere Jezus geen misleider is. Dat u echt is de persoon die hij gezegd heeft dat hij is. De Zoon van de levende God. De overwinnaar. De waarheid. Het leven. De gebedsverhoorder. Ja, die voor ons aan het kruis gestorven is. Dus als hij zegt, bid, wie bid ontvangt, wat moeten wij dan doen? Nee, we moeten bidden. Je moet nagaan, hè. Iedereen die serieus bidt, heeft geloof in het gebed. We bidden niet omdat wij een formaliteit is, dat we moeten bidden. Ja, maar we bidden omdat wij geloof hebben in God. Dat hij bij macht is te doen wat hij zegt. Anders zouden wij figuranten zijn. Als we gewoon zouden bidden om de vorm. Ik heb in mijn jongelingsjaren om de vorm gebeden. Omdat ik moest bidden van mijn ouders. En mijn vader kwam controleren of ik gebeden had voor ik ging slapen. Dus wat deed ik? Ik bad onze vader. Maar onze vader duurde 3 minuten en ik bad 3 seconden. Voor ik begonnen was, had ik al amen gezegd. Want ik moest bidden, begrijpt u? Maar nu ik tot geloof gekomen ben, dan bid ik. Soms lang, soms kort. Want ik bid met geheel mijn hart. Omdat ik geloof God bestaat. En niemand hoeft mij te controleren of ik bid. Want het gaat een zaak tussen mij en mijn Heere. Ik vraag aan de Heere waarvoor ik bid. Want ik geloof in Hem. Al zou niemand mij horen. Al zou ik heel ver in een veld staan, zou je toch bidden. Want mensen, het bidden is iets levends. Ik bid niet dat de mensen van de kerk moeten horen dat ik bid. Dat de mensen van de kerk gaan zeggen, man van gebed. Wat koop je ervoor als je man van gebed is? Ik ben liever een man wiens gebeden verhoord worden. Amen. Dank u, Jezus. Mensen willen hebben, mensen moeten hun goedkeuring geven. Begrijpt u? Daarom is het een persoonlijke zaak. In de communicatie. Die wij met de Heere hebben. Wij communiceren met de Heere. Bidden is praten tot God. En bidden is veel meer dan God dingen vragen. Maar er zijn een aantal gelovigen die alleen maar de Heere dingen vragen. Voor hun persoonlijk belang. Voor hun persoonlijk leven. Dingen die ze willen hebben. Dat is egoïstisch, bidden. Daarom heb ik jarenlang verkondigd. En ik verkondig het nog steeds, wat dat betreft. Ik ben niet veranderd in mijn leer, in mijn predikingen. Wat ik toen preekte, toen ik hoeveel oud was, toen ik 25 jaar was, preek ik nog steeds. Ik geloof nog steeds in die Jezus. Hij werkte toen, hij werkt nog steeds, of niet? Dus ik bid tot de Heere. En ik geloof dat Hij bestaat. Dat Hij een beloner is voor je hem ernstig zoeken. Dan roep ik de naam van de Heere aan. En dat was ook met Daniel, die bad. 3 weken lang dat gebed om inzicht. Om een visie. Om te weten, hoe verder, Heer? Hoe verder met mijn volk? Hoezo, Heere? Daarvoor bad hij. Dat is geweldig. Maar hij was geen doorbraak in zijn bidden. Want hij moest heel lang bidden. Er was tegenstand. En strijdend bidden is een vorm van bidden. Is strijdend bidden. Heeft te maken met dat je moet volharden in het bidden. Dat er tegenstand is.
dat de vijand tracht je af te houden. Het bidden blijft een wezenlijk onderdeel van het leven met God. En het strijdend bidden is een belangrijk onderdeel van het gebed. Je strijd is een geestelijke strijd. Want er is iemand in de hemelse gewesten die het antwoord wil tegenhouden. Zie je, daarom, God kan alle muren om ons heen sluiten, maar de opening naar boven blijft open. Hij is altijd bereid onze gebeden te horen. Soms lijkt alles om ons heen lijkt gesloten, alsof niets werkt. Alsof er geen doorbraak is. Alsof alles tegen zit. Maar juist dan moet ons hoofd omhoog richten. En tot de Heer roepen. Want die weg naar boven is altijd open voor Gods kinderen. Of niet gelovigen. Dat noemen ze strijdend bidden. We gaan geloven. God bestaat. En hij hoort gebeden. En was een vorst die het antwoord tegenhield. Hij wordt genoemd de vorst van het koninkrijk der Perzen. En ik weet hoe in de geestelijke wereld ook in Nederland is, dat er verschillende gebieden, wat ook in openbaringen wordt over gewacht gemaakt, waar er vorsten zijn, hoofddemonen zijn, die de leiding hebben over zo'n gebied. Ik weet dat Amsterdam zo'n vorst heeft. Want er bepaalde dingen in de stad gebeuren, die in andere steden niet gebeuren. En zo kunnen opsommen de dingen die in Amsterdam gebeuren. Ik ben op de hoogte van, die in andere steden, als je kijkt, zie je een doorbraak. Maar in Amsterdam niet. Dat komt door de strijd met de vorst van de stad. En die kan alleen maar verdrongen worden als wij als kinderen Gods van de stad volharden in het bidden. Ik denk, midden wat dan ook hebben wij het gebed nodig in Amsterdam. Was een vorst in de stad. Die ons wil belemmeren om van God te ontvangen. Dat er een doorbraak komt in ons leven. Een vorst in de stad die bepaalde zonden in de gemeente promoot. Waardoor de gemeente in problemen kan komen. Maar als kinderen Gods gaan bidden en de naam van de Heer aanroepen. En dan niet maar gaan denken, gaan naar de kerk om te zingen en noem maar op enzovoort. En that's it. Nee, het is een geestelijke strijd. Daarom zegt de Heer, doet aan de wapenen van Gods om weerstand te bieden in de dag van de boze. Hij zegt, je hebt niet de vechten tegen vlees en bloed, tegen mensen, maar tegen de machten, tegen de overheden enzovoort. Ik weet, toen ik begon met mijn bediening in het koninkrijk van de Heer om gemeenten te stichten, was les 1 die de Heer mij leerde. Je hebt een geestelijke strijd te strijden. Is de plek waar ik ging. En ik ging daar zonder, met een goede voorbereiding, door gewoon te bidden. Heer, zegen ons. Heer, geef ons een zalving. Heer, dit en dat. Maar er had geen strijd gevoerd. En ik kwam daar in dat gebied. En ik werd aangevallen. Door demonen aangevallen. Door de vorst van dat gebied werd ik aangevallen. En ik was heel ziek, werd ik plotseling. En ik begon over te geven. En ik voelde me naar. En toen ging ik naar buiten. Tot de Heer praten. Zeg, Heer, wat gebeurt er hier? Het is ongelooflijk. Kijk, hier dan een hele volle zaal. Gaat een zaal gehuurd. Een volle zaal daar met mensen die wachten voor de prediking. En hier ben ik. Ik kan nauwelijks staan, heren. En toen besefte ik, had een geestelijke strijd. Maar heb ik die strijd aangebonden, die machten gebroken in de naam van de Heer, zo zwak als ik was. En toen plotseling stond ik op. En ik ging prediken in die zaal. En mensen werden genezen onder de prediking. Mensen die kreupel waren, gingen lopen in zijn prediking. Mensen werden aangeraakt door de geest van God. Waarom? Ik had die geestelijke strijd gestreden. Tegen de machten van de duisternis. Oké? En vaak beseffen we niet waar het gaat. Wij denken, andere dingen maken het. Andere dingen zijn het.
Maar in sommige gebieden, sommige terreinen, moeten wij een geestelijke strijd strijden zoals Daniel. Hij heeft 3 weken gebeden en zei het was zo zwaar dat een engel hem te hulp moest komen. Hij kon het zelf niet aan. En mensen onderschatten dat. Mensen denken aan heel wat andere dingen. Als ik maar mooi kan zingen, als ik maar toon kan houden, als ik maar zus kan doen. Daarom, ik vind het heel erg als ik onder muzikanten, onder andere perfectionisten vind. Want die begrijpen er niets van de geestelijke strijd. Ze denken, als ik het goed doe, is het prima. Juist niet. Het gaat om de heilige. Het gaat om de kracht van God. Het gaat om de genade van de Heer. Het gaat om de geestelijke doorbraak. In de naam van Jezus. Prijs uw naam, prijs uw naam. Dat er een doorbraak komt uit de hoge. En soms zijn zulke dingen juist een belemmering voor de geest van God om te werken. Hoort u dat? Zo Daniel. Hij moest 3 weken bidden. Voor een doorbraak kwam. Ik heb het in Amsterdam gezien. Ik heb zware tijden meegemaakt van geestelijke strijd. Maar dan moest ik gaan strijden in gebed. Ik moest anderen zoeken. Er zijn tijden geweest dat ik de gemeente opriep om mijn gebedspartner te worden. En een paar 100 mensen melden zich aan als mijn gebedspartner. En dan gingen we samen bidden in de geestelijke strijd om te winnen. Amen. Maar één ding staat vast. Jezus heeft de duivel overwonnen. En wij zijn met hem meer dan overwinnaars. Amen. Dank u Jezus. Prijs uw naam, prijs uw naam. Maar om Daniel af te ronden, want een tijdje er bijna op, is dit. Er staat dat onze gebeden zijn vanaf de eerste dag gehoord. Zie je, God hoort gebeden. Als je een kind van God bent, God hoort je gebed. En een kind van God wil niet zeggen dat je volmaakt bent. Daarom streven van kinderen Gods naar perfectionisme is niet goed. En bij predikers noemen perfectionisme, noemen we zonde. Oké? Laat het duidelijk zijn. Was stil, hè? Oké. Een kind van God kan fouten maken. Maar je bent een kind van God. Want de Bijbel zegt, doch alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Die niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Met andere woorden, die opnieuw geboren zijn. Niet uit de wil van een man, van een mens, van een vrouw, maar uit God geboren zijn. Die zijn kinderen Gods. Als je kind van God bent, dan mag je zeker weten dat jouw gebeden gehoord zijn. En niet twijfelen. Want bidders geloven. Ik heb mensen zien bidden. In het verborgen, mensen bidden. Mensen bidden. Ik zag het, mensen bidden. Oh boy, ze geloven. Ik stond vanmorgen naast mijn vrouw bij de prees. Toen zei ik haar, heel zacht bidden. Ik zei, dank u Jezus. Zij gelooft in het gebed. En daarom bidt ze. Aha. Als je bidt, je gelooft in het gebed. Je bidt niet voor mensen. Dat mensen zien hoe je bidt. Je bidt dat je gelooft dat bidden is echt. Dat bidden werkt. Dat God gebeden hoort. En verhoren ligt in de handen van de Heer. Na 3 weken hoorde hij, werd het gebed verhoord. Maar door zijn gebed, het was een geestelijk gebed, het was een strijdend gebed, moet ik zeggen. Een strijdend gebed. Zie je, er staat, hier staat over bidden. Dat was in de vorige tekst die gelezen vanmorgen. Over bidden. Even kijken. Biddende, ja. Daniel 6. Biddende. En Daniel biddende en smekende tot zijn God. 2 dingen. Sommigen denken dat smeken is ook bidden. Maar biddende en smekende tot God. Als je in het verband leest. In zijn verband, in de context leest. Dan staat. Hij bad en loofde zijn God. Zie te maken, het bidden, heeft te maken met loven en prijzen. Met aanbidden, dat is ook bidden. Dat zijn krachtige vormen van gebed. Loven en prijzen. Daarom een echte bidder zal nooit alleen maar zeggen, Heere, geef mij brood. Heere, geef mij, ik ga de Heere prijzen. Zelfs het Onze Vader begint daarmee. Uw naam wordt geheiligd.
Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Ook zij bidden. Loven de Heer. Uw koninkrijk komen. Thy kingdom come. Uw wil geschieden. U wordt verheerlijkt, Heer. En dan wordt gebeden. Geef ons ons dagelijks brood. Oké? Dat is een smeking. En een smeking hoeft niet lang te zijn. Een smeking kan kort zijn. Een loof en prijzen kan lang zijn. Je zou bij wijze van spreken de hele nacht de Heer kunnen loven en prijzen. Je zou de Heer de hele nacht kunnen aanbidden. Maar een smeking mag niet lang zijn. Het moet kort zijn. Je mag het vaak herhalen zoals hier staat. Mag wel. Maar kort. Niet met omhaal van woorden. Ja. Maar duidelijk. Wat wil je dat ik voor je doen zal? Dat ik ziende worden. Klaar. Dat was een smeekgebed. Wat wil je dat ik voor je doen zal, man? Zei de Heer. Dat ik ziende worden. Een kort gebed. Je bidt door de Heer wat je nodig hebt. Wat wil ik voor je doen zal, zuster? Dat ik genezen word. Dat mijn kwelling mij verlaat. Amen. En daarna kan je de Heer loven en prijzen. Je kan de Heer aanbidden. Soms ga je gewoon door aanbidden en zo. Maar je gebed is kort. Zonder omhaal van woorden. Anders ga je blijven praten over jouw problemen. Zonder dat niemand luistert meer naar je. Ook de engelen niet meer. Oké? Dus laten we beseffen. Bidden en smeken. Dat zijn verzoeken die wij indienen. En iedereen heeft wel eens een verzoek tot God. Iets wat je nodig hebt. Naar Gods wil. Bid je dan. Je verzoek moet zijn naar Gods wil. Je moet geen dingen vragen waarvan je zeker weet, God zou het niet goed vinden. Maar als je weet, God zou het goed vinden, dan kan je bidden. In de naam van Jezus. Dat is toch geweldig, gelovige. En zien wat de Heer voor je doet. Door zijn goedheid en trouw. En door het gebed. En dat wilde ik zeggen, voor ik omheen sprak. Dat soms engelen ons ten dienste staan. Ik denk de bediening van engelen is ondergesneeuwd in de charismatische wereld. Ze hebben het alleen maar over de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest belangrijk is. Maar ik wijs je fijntjes over. Op. Dat toen de Heilige Geest was uitgestort. In de beginfase van het ontstaan van de kerk. Want de kerk is geboren met Pinksteren. Kort daarna zie je een paar duidelijke inmengingen van engelen. Bij Cornelius zag je dat. Bij Filippus zag je dat. En nog een paar anderen zag je de inbreng van engelen. Dat engelen hem boodschappen gaven enzovoort. En nog steeds hebben engelen een belangrijke plaats in Gods koninkrijk. Maar de hedendaagse charismatische christen, die heeft geen idee van engelen. Denk aan andere dingen, aan anointing alleen denken ze enzovoort. Waardoor ze heel veel missen. Maar er zijn tienduizenden engelen zijn er. Ten dienste van hen die het heil beërven. Ten dienste van ons. Daarom een van de dingen die me altijd van verzekert bij mijn bidden. Dat engelen erbij zijn. Ik bid niet tot engelen. Ik bid tot Jezus. Dat hij de engelen gebiedt mij bij te staan. Ik ga niet bidden, engel, kom hier. Nee. Dat is toestand. Niet van de Heere. Maar ik bid dat de Heere zijn engelen gebiedt om je bij te staan. Ik wil verzekerd van zijn dat engelen met me zijn.
Door de Heer te bidden en te geloven dat God bestaat. En zo ook Daniel. Die engel en een van de grote engelen. Ja, een paar grote engelen. Dat zijn deze engelen bijvoorbeeld, de aartsengelen. En de protestanten die kennen Michael en kennen Gabriel. De katholieken hebben ene bijgevoegd, Raphaël. Dat zijn de engelen, de aartsengelen. Die eigenlijk de mensen helpen. In opdracht van de Vader. Je hebt ook andere engelen, maar die zijn meer voor de Vader bestemd. Zoals de serafijnen. Die moeten God zijn heiligheid bewaken. Ja, bewaken. Alle andere dingen van afhouden die Gods heiligheid willen beïnvloeden. De serafijnen. De cherubijnen, de cherubs. Dat zijn ook krachtige engelen. En deze engelen zijn voor de heiligheid van God. Zodra je in de Bijbel over cherubs leest. Ook al is het bij de tabernakelstudie, bij de tabernakel, wordt ze ook bijgehaald. De cherubijnen in de mercy seat, het verzoendeksel. Daar zie je ook de cherubijnen. Dat gaat over de heerlijkheid van God. Moeten we nooit vergeten. Het gaat om onze heerlijkheid, gaat om de heerlijkheid van God. En die zijn engelen, dat is geweldig, dat is geweldig. Dan heb je dan de gewone engelen, dat is een vierde groep. De gewone, die heel veel zijn, die zijn voor ons. Zit in diensten van hen die God dienen, die bekeerd zijn, die God volgen. De engelen, soms komen in situaties te staan, en zijn in het verkeer of waar dan ook. Zeggen, ochtends, engelen waren erbij. Engelen waren erbij. In andere toestanden kom je soms, engelen zijn er. Ten dienste van hen die het heil beërven. Dank u, Jezus. Dus door het gebed. Engelen ten dienste van ons gesteld. Engelen komen in actie als we bidden. Engelen strijden. Er is een strijd in de hemelse gewesten. Heb ik in het begin al gezegd. Van de strijd tegen de vorst van de stad. Dank u, Jezus. Er was een dame. Ik was ergens in een samenkomst. In Roermond. En de dame kreeg een geweldige visioen. Een geweldige openbaring, met openbaring, geweldig. Over wat precies in Amsterdam plaatsvond. En ze wist niet dat wij van Amsterdam daar waren. Maar ze sprak het uit over de strijd in de lucht. En dat klopt precies in lijn met het woord van God. Dat deze dingen in bepaalde steden plaatsvinden. En het antwoord hierop is dat wij moeten bidden. Blijven bidden. De enige manier om te kunnen overwinnen is door te blijven bidden. Dank u, Jezus. Bidden naar de wil van God. De naam des Heren aanroepen. En het beste is de Heren prijzen. De Heren prijzen. Voorbeden doen. Voorbeden doen. Wil je zien? Wil je sneller zien dat je eigen gebeden beantwoord worden, doe voorbeden. Bid voor anderen. Dat is een geestelijke regel. Wil je zien dat je eigen gebeden snel beantwoord worden, bid voor anderen. Zal je zien hoe je eigen gebeden gaan werken. Hoe je eigen leven ingericht gaat worden. Hoe de genade van God over je komt als je bidt voor anderen. Je bent een voorbidder. Want God zoekt naar zulke mensen. Hij zoekt naar voorbidders. Hij zoekt naar mensen die op de bres willen staan voor anderen. En soms, als je op de bres voor anderen staat, ga je de pijn voelen die anderen voelen. Als je strijdt voor iemand anders in grote nood, dan voel je die pijn in jezelf. Die ander ook voelt. Maar je doet voorbeden. En je kan dan zien, je zal zien dat God jouw eigen gebeden sneller verhoort, beantwoord worden door Gods genade. En ik weet dat ik vandaag een geestelijke preek voer, want ik ben zo wars van het menselijke inbreng, van menselijke denken, van mensen die gezien willen worden, van mensen die het goed willen doen en noem maar op. En de geestelijke kracht daarvan niet zien en ontkrachten. Maar we leven in een geestelijke wereld.
We hebben een gemeenschappelijke vijand die een leugenaar is. Die door de Heer verslagen is, maar hij is nog steeds actief. Hoezo? Hoezo? Hij was een prediker. En de prediker kreeg op een dag een geweldige openbaring. En hij sprak deze woorden uit. De enige macht die de vijand heeft, is de macht die wij hem geven. Omdat hij al verslagen is. Er zijn vele mensen die de duivel over hun leven macht geven. In plaats van hem het zwijgen op te leggen, hem te bestraffen in de naam van Jezus, geeft ze hem ruimte om zijn gang te gaan. De enige macht die de duivel heeft over kinderen Gods, is de macht die wij hem geven. Laten we waakzaam zijn. En klaarstaan. Om God te dienen. Hem trouw te zijn. Hem te volgen. We zijn in een geestelijke strijd verwikkeld. Het is niet zomaar een strijd. Er zijn vele bolwerken die geslecht moeten worden. Er zijn vele leugens die ontmanteld moeten worden. Er zijn vele mensen die aangevallen worden door de tegenstander. Maar laten wij geloven, als Daniel, dat God bestaat. En hoe lang ik ook bid en geestelijk strijd, ik krijg de overwinning. Ik krijg de doorbraak. Hoe lang dat ook loopt, ik krijg de overwinning. En misschien is die overwinning niet zoals ik het had gedacht, zo moet het worden. Maar Gods denken is veel hoger dan onze denken. Amen. Veel hoger. Als God een oplossing geeft, als zijn we het niet helemaal mee eens. Gods oplossing is de beste, de beste, de beste, de beste. Dank u, Jezus. En weet u dat zo'n preek vandaag ben geïnspireerd? Ook nog. Zo vandaag, ook nog door de voorgaande preken moet ik zeggen. De eerste was over lofprijzing, het doel van ons leven. De tweede was het bloed en het koninkrijk. Dat was de vorige keer. En vandaag de wonderbare kracht van het gebed. Ik heb gevolgd de ellendige staat van deze jonge Ajax-voetballer. Ik heb menigmaal mijn tranen moeten bedwingen. Ik heb ze kunnen bedwingen, omdat ik weet dat de mensheid in problemen is. Dat er ergere dingen gebeuren met mensen. Maar het kwam al dichtbij. Maar ik vermande me en stond op. En dan hoorde ik hoe de broer van deze voetballer, Appie, en zijn vader zeiden, we geven de moed niet op. We blijven bidden. Want God gaat hem herstellen. God gaat een wonder doen. Terwijl, voor de jongen, zeggen de medici, is er geen hoop meer. Geen hoop meer. Maar broer en vader blijven geloven. Toen dacht ik, zij gaan een andere richting op dan ik ga. Een andere weg dan ik ga. Wij beweren dat onze God almachtig is. Wij beweren dat onze God groot is. Hoe kan ik die grote God in actie zien? Er is maar één antwoord. Door bidden. En prijzen. Aanbidden. Dank u, Jezus. Amen. Geef een applaus aan de Heer. Amen.